Dus wat mij betreft missen we kansen om jongeren aan ons te binden. En aan ons dan bedoel ik aan de scholen, aan de samenleving. Plus, als je de muziekdocent die kan het testen. En wie ben ik dan, hè, dat ik dat als gewoon alleen maar wat zou moeten doen. Maar ik moet het wel doen, want daar worden ze creatief van. Opstaan en bij de wereld draait doorkomen en die zeggen van nou, ik heb met ze gesproken en ik heb verteld wat er niet goed aan is. Ja. Door de bocht. En, ja. Het sluit heel erg aan bij, misschien niet nooit helemaal dekkend, maar het begint bij een basisaanname van zoiets als authentieke van Volkert Haanstra. De onderwerpen die je naar voren brengt in een kunstles, relevant laat zijn voor de wereld waarin die kinderen leven en ook relevant laat zijn voor de manier waarop kunst en cultuur in de samenleving van vandaag functioneren. Maar het is heel lastig om kunstonderwijs zo vorm te geven. Dat vergt je neemt een bepaald risico wanneer je die kunst echt laat aansluiten op de leefwereld van de leerlingen, wanneer je dat echt serieus wil nemen. En dan raak je ook snel in het spoor. Ik weet niet of je daar impliciet op naar verwees, naar mensen als Giroud, hè, met zijn border crossing in het onderwijs. Ja. Dat je dus voortdurend het mogelijk maakt. En ik denk dat het kunstonderwijs daarbij uitstekend een goede rol in kan spelen. Als vakgebied, als domein waarin het juiste antwoord op de vraag niet dat is wat centraal staat, maar bij een proces waarin je de mooiste producten die je maakt of de discussies die je voert, discussies zijn waarin je probeert op een andere manier naar het alledaagse te kijken. Het alledaagse in het vreemde leert herkennen. In gekke kunstwerken, maar die leerlingen ook ertoe uitdaagt om niet te blijven hangen in de kalenderkunst. Mm. En ei met Pasen en een kerstboom met kerst. Maar dingen maken die relevant zijn en die spannend zijn. Maar dat vergt wel heel veel. Je noemt een aantal scholen die zo'n draai maken. Dus er zijn ook scholen die heel specifiek zich op kunst richten. Draai aan te geven en het gevoel dat mij daar vaak wel bij bekruipt en dat is sterker nu ik een tijd lang heel specifiek met ga. Kun je en mag je zoveel vragen van de leerkrachten die nu voor de klas staan? Dat zijn mensen die niet vanuit hun opleiding daar heel veel gereedschap voor hebben aangereikt gekregen. Om dit ook nog van ze te vragen, dat is nogal wat. Ja. Tegelijkertijd ontkom je daar niet aan. Hè? Het is wel een spanning waar ik ook zo gauw niet een oplossing voor weet. Mm. En het heeft ook niet mee te maken dat je zegt, wat je soms ook wel eens proeft, de leerkrachten, die zijn gewoon niet zo goed. Hè? Die moeten meer getest worden en het niveau van de PABO moet omhoog. Ik weet niet per se of het dat is. Nee, het heeft daar niet mee te maken. Het vergt wel een hele forse omslag in het denken over wat je wil met je onderwijs, wat je wil met je kinderen en wat voor middelen je ter beschikking hebt om dat te doen. En dat is een geleidelijk proces. Ik denk dat als je het hebt net vroeg, wat moet je de scholen aanreiken? Ik denk dat je ze tijd moet aanreiken om waar zij mee te beginnen. Ik bedoel, een van de voorbeelden die ik heb gebruikt en ook in het opzetten van dit onderzoek naar het veranderingsproces van die leerkrachten, is een vergelijkbaar proces met dat CMK, culturele educatie met kwaliteit verhaal, dat al eerder in Canada is uitgevoerd, Teachers as Artists. En daar zijn hele mooie voorbeelden uitgekomen. En naar mijn gevoel vooral omdat daar ruimte werd geboden. Daar werden gedurende 4 jaar, zonder dat daar een verplichting aan hing, wat hier dus wel is, bouw een georganiseerde, geïnstitutionaliseerde samenwerking met de lokale schouwburg op. Dat zat er allemaal niet bij.
Gewoon, ga lekker gitaar spelen 4 jaar lang. En kijk eens wat er gebeurt. En die durf, als het ware, die scholen daarin vrij te laten. Wat op zich in Nederland makkelijk zou moeten zijn, omdat het toch curriculumvrijheid is, zeg maar. Maar ze dan ook prikkelen om daar gebruik van te maken. Dat is denk ik iets wat nodig is. Ja, en dat is eigenlijk de versterking van de docent zelf, als zijn bagage, bedoel je dat? Of? Ja, het vertrouwen geven en ook dan inderdaad de middelen. Door best practices uit die scholen die al zo'n draai hebben gemaakt te laten zien. Ze ook tijd te geven om zich daarin te verdiepen. Gisteren een stukje in NRC een verslag van een onderzoek. Dat er een zeer sterke negatieve correlatie is tussen hoeveel gestandaardiseerde testen er op scholen zijn en de mate van creativiteit van de leerlingen. Ja, je test ze kapot. Dat is toch een beetje het Ken Robinson verhaal. Dus ondanks alle retoriek heeft hij wel een punt. Heb jij daar vanuit de pedagogiek een idee? Want ik vind het een heel mooi voorstel wat Edwin nou schetst van geef ze de ruimte. En hij zoekt het dan in de mogelijkheid om jezelf op kunstgebied te vormen. Ik spreek heel weinig docenten uit het kunstonderwijs, behalve via de New School Collective. Maar die houden we er even in, hè? Ja. Wat we... Kijk, ik ben het helemaal met je eens. Tijd en ruimte zijn cruciaal. Zijn mogelijkheidsvoorwaarden om docenten ook echt in die rol te plaatsen waar ze het best in floreren. En wat mij betreft is ruimte dan ook nog op te vatten als datgene wat jou ook een bepaalde status mogelijk maakt. Want ik merk uit gesprekken met leerkrachtenmaatschappijen wringt dat de samenleving verwacht van hen dat zij even het probleem van extremisme gaan oplossen. Terwijl zij op school het idee hebben dat ze niet eens als een echte leerkracht worden gezien. Dat ze door de anderen, de collega-docenten, echt niet eens het gevoel krijgen van hier ook mijn bijdrage. En dat heeft heel veel te maken met inderdaad de standaard van het toetsen en alles. Lastig, want kunstdocenten zitten in dezelfde positie. Ja. Die staan niet eens in de pickorder, laat staan onderaan. Hè? Dat is... Ja. Nee, dat is gelijkaardig. Dus dat is ook wel een groepen waar wij een beetje ons mee bezighouden zijn blijkbaar de outcast van het onderwijs. Qua personeel dan. En dat is niet toevallig natuurlijk. Daar zit een heel idee achter. Van dat het onderwijs inderdaad de taken heeft om onze kenniseconomie op peil te houden en om de grotere doelen die de samenleving stelt en niet makkelijk te meten zijn. Als het gaat om wat kan je docent dan echt meten in die beperkte ruimte, in die omgeving waar je merkt dat er eigenlijk niet genoeg is en dat je inderdaad ook voortdurend merkt dat alles wat je meegeeft kan worden opgevat als hallo, we doen al, we hebben zoveel administratie, we hebben zo ontzettend veel onzinnige dingen die we doen, waardoor we niet de rol kunnen spelen die we zouden willen spelen. Ja, dan is toch, wat mij betreft, dus alleen al zo'n gesprek, weet je wel, 1,5 uur, zo'n interview hebt met zo'n docent, waarin die een keer kan reflecteren op in zo'n vakmaatschappijleer, waarop die tijdens dat interview, tijdens dat gesprek, tot inzicht komt van wat ben ik eigenlijk aan het doen, kan je wel eens afvragen, heeft dit wel allemaal zin? Dat is wat mij betreft een eerste stap. Dus ik denk niet zozeer in termen van tools, ik denk dat een bepaalde manier van kijken naar wat onderwijs is en wat zou moeten zijn. Ik denk als je dat al bereikt, of als je die sensitiviteit een beetje kunt voeden,
dat mensen op de lange termijn daar beter mee af zijn. Natuurlijk, het betekent ook dat je die structuur zo moet aanpakken. En dat ga je niet aan de hand van één interview doen. Maar daar denk ik, heeft het ook geen zin om daarover alleen maar met een individueel docent te spreken. Dan zul je met focusgroepen moeten werken, dan zul je met beleidsmakers moeten werken. En ik spreek wel met beleidsmakers en ik zal zo vaak als ik kan benadrukken dat dit aan de hand is. Maar het is ook een keuze die je als samenleving maakt. Wil je bovenaan de PISA-lijstje scoren met je wiskunde, of wil je een schoolsysteem waarin je ruimte laat en mensen de tijd geeft om dingen te ontwikkelen. En dus, het is sowieso het probleem van heel het vak van de pedagogiek, voor mij op dit moment, zelfs zover dat ik soms aarzel, dat ik mij wel pedagoog willen noemen, onderschrijf ik dit wel, is het probleem dat alles gericht is als een instrument om iets ongewenst te voorkomen. En ik benader school niet op die manier. Voor mij is school, onderwijs, opvoeding, is het nastreven van transformatie. Het is niet het voorkomen van ellende. Het kan het zijn, maar het valt er niet mee samen. En alleen dat besef, een beetje doen ingang vinden in Den Haag, vind ik heel leuk. Punt, vind ik hoor. Dat idee dat de rol van het onderwijs zo breed wordt getrokken, dat allerlei aspecten van vorming en ontwikkeling van allemaal op het bordje van die school worden gelegd. Misschien vanuit ook een heel vroeger allemaal zichzelf wel oploste zo in het gezin. Dat zal ook lang nooit zo ideaal zijn geweest. Maar als je die opdracht echt heel breed serieus neemt, dan maak je de rol van het onderwijs heel erg groot. Ja. Dan worden de verantwoordelijkheden heel erg hoog. En dan weet je dus ook bij voorbaat dat die school daar in gaat falen voor een deel. Ja. Met eventueel politieke consequenties van dien. En als je meer wil uitsluiten, zeg maar, dat ze falen, dan zal dat een forse investering vergen. En het is nu al een forse post op de begroting natuurlijk. Ja. Maar het is ook een principieel punt, voor mijn gevoel. Je zet opvoeding toe. Je noemt het utopie. Waarin de staat de opvoeding op zich neemt. Mm. En zo Noord-Koreaans wil ik dat toch ook weer niet worden. Zo, hè? Dat is ergens een... Ja. Ergens zit er een bepaalde schoonheid in. Zeggen, kijk, school reikt je een aantal kennis- en vaardigheidsbasis aan. Noem dat kernvakken, noem dat taalrekenen. Ja. En daar houdt die verantwoordelijkheid van de school. Ja. Ja, maar daar ligt natuurlijk heel vrijheid en gelijkheid achter. Hè? De kansen, hoeveel vind je dat iedereen moet meekrijgen om evenveel kansen te krijgen. Maar ik denk dat een heel belangrijke partner van die school, op het moment dat de school te veel op het bord krijgt, kunnen de buurt zijn, in de wijk, de ouders. Dus de school moet zich ook niet te veel, vind ik, opwerpen als de plek waar alles moet gebeuren of waar al die verantwoordelijkheid terecht komt. Je moet ook durven zeggen van dat doen we inderdaad niet, of daar zijn anderen geschikt ervoor. Maar het is wel de plek, 6 tot 8 uur per dag samenkomen, en dat is tegelijk, dat alleen al is een gigantische verantwoordelijkheid natuurlijk, of een gigantische macht ook. En ik denk dat het juist... Ik snap het heel goed dat je als docent, je ziet het constant in de kranten, hè, van er wordt weer iets op het bordje van de school geschoven. Maar ik denk ook dat je het als school... Kijk, volgens mij komt het belangrijkste reden van dat commentaar is dat het structureel niet goed geregeld is.
kan er ook juist heel veel eer aan ontlenen dat je die kwesties, of het nu gaat om de artistieke vormingsschapsvorming, de leren proberen, al die zaken die kunnen tot die transformatie van jonge mensen leiden, dat je daar een rol in mag spelen. Dus ik denk dat je het ook zo moet proberen als school, proberen voor jezelf te framen. En ik denk dat je dan wel eens kunt staan kijken van hoeveel docenten je meekrijgt. Dat valt mij op, hè, dat veel docenten zo'n soort taak, zo'n soort pedagogische taak, bijna als een tweede taak daarnaast zien, naast hun vak overdragen. Ja. Zijn er dan mogelijkheden om dat meer te integreren? Ja, ik denk dat daar mogelijkheden zijn, maar ik denk dat er veel te weinig nog op gewerkt wordt. Even vanuit mijn eigen onderwijspraktijk merk ik kijk, ik wil niet dat die pedagoog aan de Universiteit Utrecht echt heel erg. En dat breng ik dan ook zo. Maar daar schrikken ze van. Ze denken, ja, wij komen hier toch voor kennis. En dan doorlopen we dat traject. Dan krijgen we steeds meer kennis. En kinderen gaan redden. En ik probeer ze dan heel ondubbelzinnig duidelijk te maken van jongens, met alleen maar kennis komen jullie er niet. Je zal een vorm van wijsheid nodig hebben, dat is iets anders enzovoort. Maar dat is een college. Meekrijgen hoe ik kijk naar wat volgens mij belangrijk is om als mens aan te werken. Heel veel voorbeelden van mensen die Nederlands doseren, die in de literatuur die ze behandelen, dingen van zichzelf laten zien, maar ook dingen kwesties aan de orde stellen die heel de samenleving aangaan en waar die jongeren dan weer kunnen gaan nadenken over wat hun plek in die samenleving is en hoe ze zich daartoe verhouden, want dat moeten ze uiteindelijk. Ik ben het er helemaal mee eens. Om dit concreet te vertalen naar het kunstonderwijs, daar heb je natuurlijk de laatste tijd de discussie over de beoordelingsmethode van kunstvakken in het voortgezet onderwijs met name. Hè, moet de CKV becijferd worden? En als ik dan kijk naar de manier waarop kunstdocenten, en gewoon de kunstvakdocenten, kijken naar hun eigen vak. Terwijl dit juist een van de vakken is samen met zoiets als maatschappijleer, maar ook geschiedenis, talen, aardrijkskunde. Waarin je kunt zeggen, kijk, wat wij hier aan het doen zijn, juist al die dingen die je niet zo goed kunt meten, die zijn heel erg belangrijk voor mij als docent. Daar haal ik mijn arbeidsvreugde uit, als het ware. En ik durf het aan, maar dat is wel een kwestie ook van durven, om die onzekerheid, ik herken dat ook, dat studenten komen om een emmertje te vullen met de kennis, dat je ze juist onzekerheid biedt voor een deel. Dingen probeert te laten eindigen met een vraag in plaats van met een antwoord. En ik denk dat, maar dat vergt wel dat je als beroepsgroep ook dat omarmt. Hè, en zegt, maar dit is wat de kern van ons vak is. En dat stellen we dan ook centraal in gegeven. In de onderwerpen kiezen, in de manier waarop we dat behandelen en ook de manier waarop we dat toetsen vervolgens. Iets. Dat is vreemd genoeg, en dat ik kijk naar dat OESO-rapport van niet zo lang geleden, Arts for Arts Sake. Het antwoord op de vraag, waartoe kunstonderwijs en dan om zichzelf, het begint en eindigt bij de intrinsieke doelen. Dus het gaat om kunst en cultuur en dat is iets, en dat heeft een bepaalde waarde, en dat heeft bepaalde cultuurgerelateerde effecten. En als je die goed benoemt, en die nastreeft, dan kun je het daarna over hebben. Of je door middel van muziek, dat je IQ daarvan stijgt. Wat ik niet zo'n hele relevante vraag vind, maar wat heel veel mensen wel belangrijk vinden. Als het gaat om wat is die pedagogische rol van die docent? Eigenlijk, ik vind een docent is sowieso pedagogisch. Die is bezig met kinderen in ontwikkeling. En die heeft een rol in het verder brengen van die kinderen. Ik moet zeggen, ik heb me altijd een beetje
stoort aan het uitgangspunt in de vraag van je hebt je vak en je hebt daarna je beste rol. Dus dat is één. Twee, wat vaak in deze discussie onder de oppervlakte blijft, is de rol die docent als persoon dan heeft. Als iemand waar zo'n leerling zich mee kan verbinding maken, waar hij zich goed bij voelt, waar die... Is dat een pedagogische... Is dat vak inhoudelijk? Nee. Is dat pedagogisch in de zin van zorg? Nee, ook niet. Dat is gewoon er zijn. Er zijn als docent voor die kinderen. En daar dan ook tijd voor kunnen maken.